Yo, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Floris en vandaag heb ik een leren vlog. Vandaag is weer een nieuwe vlog en zoals jullie zo meteen gaan zien, gaan jullie zo meteen shots zien van dat ik bij mijn neef was. Ik was vandaag is het zaterdag, samen met mijn neven bij mijn neven en gingen we scooter rijden en gingen we gamen. En dan krijgen jullie hierna wat shots te zien. En ik ben op dit moment bij Wesley. What's up? En wij zijn samen, heeft een nieuwe vlogcamera gekocht. En zo meteen gaan jullie behind the scenes zien van de kanaaltrailer die we gaan opnemen voor zijn kanaal. Hij gaat ook vlogs maken binnenkort en ik heb hem daar een beetje mee geholpen. Jullie gaan nu eerst kijken naar de shots van vandaag van dat ik bij mijn neven Sander en Martijn was. Veel plezier met kijken. Welkom terug, gamers! Hoi, ik ben aan het filmen. Even kijken, ik pak gewoon weer Sonic. Sonic is mijn held. Sonic is echt nieuw. Nou, dan pak wel even een andere, want ik de refrein. Ah, godverdomme, ik ben net een flesje gekut. Ik word net een refrein. Oei. Je voet zit echt vies in beeld bij mij. Oei. En kijk maar aan. Sander. Oh, Sander, echt, als iemand gewoon kut speelt, is het Sander. Oh, ja, kijk, ik ben noob, dames en heren. Ja, top dit. Joppa! Ik wat? Oh shit. Oh, kijk, gepakt. Oh, ben je bewust? Oh shit! Zo, hey. Die was vies hard. Nee, kut. Kut, Sander. Ja, Ritty is echt de meest overpowerde kut in het spel. Maar ja, Sander is ook gewoon wel zo. Oh, vieze. Oh, ja, nu ben ik dood. Tyfus. Oh, tyfus! En nu ben ik een vierkante doos. Wat kan dat? Hier, ik sprong over je heen. Hier. Oh. Hier. Het is allemaal aan de wacht, kant. Ben ik dood? Holy shit, ik ben dood. Oh, nee. Ik ben dood. Kun je wel vliegen? Sander. Of was hij... Ik ging echt zo goed, man. Ja, je hebt alleen twee keer zelf maar gepleegd. Dat was een beetje. Zo niet. Ik ben twee keer gekild. Eén keer pleegde ik zelf wordt. Niet lief, cool. Oh, hij was gebot. Oh! Nice. Heel moeilijk om dingen te pakken. Oh. Heel moeilijk. Oh, what the fuck. Oh, wat is dit? Kijk dan, ik kon ook wel echt niet pakken. Ja. Oh. Oké. Oh! Ja. Oh nee! Nice. Pak hem, Sander. Pak hem, nou! Ja, ik wil tegen nu hier. Ja. Just in time. Ik koos maar voor verkeerde aanval. Dat is stom. Ik dacht dat ik verkeerde aanval had gekozen. Uiteindelijk dacht ik, nee, dat komt ook op tijd eigenlijk. Komt ie aan hoor. Ik ben dus nu dus samen met Wesley en jullie hebben net de shots gezien en ik ga hem nu helpen. Hij is daar even zijn bureau aan het opruimen omdat we wat shots gaan maken van dat hij aan het gamen is en we gaan wat shots maken van dat hij aan het vloggen is. Hij heeft namelijk, zoals jullie kunnen zien, dan moet ik even in het licht. Hij heeft een nieuwe camera, zoals jullie kunnen zien. Hij is dezelfde als mij, alleen hij heeft hier zo aan deze kant niet een soort houdertje waar je je vingers aan vast kan grijpen. Dat heb ik dan weer wel. En ook niet zo'n ding? Nee, en dat ook niet, maar eigenlijk is het precies hetzelfde. En bij mij zit er ook nog, kijk, jullie zien dat het nou heel licht wordt. En nu zien jullie dat het heel donker wordt. En ja, bij mij zit er dus zo'n lichtregelschijf op. En die zit er bij hem niet op, maar bij hem is het automatisch al gewoon goed. Dus, dat ga ik dus nu doen en ik laat gewoon mijn camera aanstaan en jullie gaan zo meteen gewoon een beetje behind the scenes zien en hoe de dag verder is verloopt. Ja.
Oké, mensen, we gaan het nu zo meteen voor Wesley behind the scenes opnemen. En jullie zullen ook wel wat shots zien, dus nou, let's go. Oké, zwarte achtergrond is denk ik wel mooi, hè? Doe maar even deze iets opzij, zodat je er niet overheen valt. Dat is ook misschien wel handig. Die had ik ook. Even kijken. Belichting op jou. Kan deze... Jij moet even doen, want ik weet niet hoe die moet draaien. Dat moet jij even doen. Oh, kijk. Top. Dit is handig, gast. Ja, die lampen van je kunnen gewoon draaien. Die lampen waren even van mijn broer aangesloten. Maar zo zien ze mij niet, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Oké. Hij staat aan. Ja. En de zoom is uit. Ja, prima. Maar wat moet ik dan zeggen dan? Hij begint gewoon met je intro. Doe dat maar eerst, ja? Hallo iedereen. Leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video van mij. En vandaag heb ik voor jullie een kanaaltrailer voor jullie. Was dat goed? Ja, is goed. Dan ga je vertellen dat je op jouw... Nou komt jouw intro in het stukje en dan daarna. Dan ga je vertellen dat je op dit kanaal... Dat je een nieuwe vlogcamera hebt, dat je daar nu mee filmt. En dan zeg je van, nou, ik heb dus nu... Kijk, jullie gaan nu... Hoe moet ik zeggen? Shots. Nou, wat je eerst gaat zeggen is van, ik heb deze... Ja, waar ik nu mee film, waar Floris mee filmt op dit moment, is mijn nieuwe vlogcamera, zeg je. Dan vertel je dat je... op dit kanaal gaat vloggen en games gaat maken, dat het niet op een bepaald tijdstip online komt dat afgesproken is, maar gewoon wanneer je tijd hebt. En dat ze de vlogcamera ook zo meteen in de shots gaan zien. Vertel dat maar, ja? Dus eerst wat ik ga doen, wat ik op mijn kanaal ga doen. Ja. Maar ja, dit is dan mijn kanaaltrailer, maar op dit kanaal ga ik echt video's maken die ik ook altijd heb gemaakt. Is dat prima? Zo? Ja, en dan kun je ook nog zeggen, dus ik ga bijvoorbeeld vlogs en games maken. Dus ik ga dus bijvoorbeeld op dit kanaal ga ik vlogs maken en ik ga gamevideo's opnemen. En het kan van alles zijn, het kan Minecraft zijn, het kan Team Fortress 2 zijn. Want ja, die zwarte toetsenbord van Trust, die heb ik gewoon weggeflikkerd. Die was echt leuk, die ga ik in mijn vlog gebruiken. Zoals jullie weten heb ik dus een nieuwe camera. Daar filmt nu een goede vriend van mij, Floris, mee. Hey. Dus, ja. Ja, nu kun je zeggen van, nu krijg je die shots te zien van dat ik vlog en dat ik aan het gamen ben. Dus, nu krijgen jullie de shots te zien dat ik aan het vloggen ben en dat ik aan het gamen ben. Veel plezier met kijken. Top, jongen. Hey, behind the scenes. Leuk dit! Dat is leuk. Oké, wat je nu gaat doen, ik zet nu even de camera uit. Of niet uit, ik zet de opname uit, dus die opname is goed, die is goed gelukt. Nou, wat je gaat doen is, je gaat gewoon hier staan en je pakt je camera, dat mag je allemaal zelf doen. En de behind the scenes ga ik nu even afsluiten, die gaat nu even stoppen, want ik moet even met mijn camera voor hen filmen. Want anders gaat het niet lukken, dus tot zo. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. Vandaag hebben jullie dus bekeken naar deze video en in deze video hebben jullie gezien dat ik even bij mijn neef was. En hebben jullie wat behind the scenes gezien. Het was niet een super lange vlog, maar wel een leuke vlog. Als het goed is ga ik morgen met Wesley nog een vlog opnemen, sowieso voor zijn kanaal. Ja. Of het ook voor mijn kanaal is, dat weet ik niet. Check trouwens ook even het linkje in de beschrijving. We hebben net de kanaaltrailer van hem geëdit en hij is echt heel gaaf geworden. Ik heb hem geëdit en ik vind hem echt super gaaf. Dus check even het linkje hieronder in de beschrijving. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als je deze video tof vond. Abonneer hieronder op mijn kanaal. En als je dan op dat linkje klikt, kun je ook meteen even abonneren op zijn kanaal. Zou die super tof vinden. En dan zeg ik zoals ik altijd zeg, en dat is later.